Hoi, ik ben Isa. Ik ben Annika en wij zijn van het Gorda College in Nijkerk. Wij hebben onderzoek gedaan naar hoe je het beste een podcast kan maken over de psyche van een moordenaar. Ons PWS bestaat zowel uit een kwalitatief onderzoek als uit een ontwerponderzoek. In het kwalitatief onderzoek hebben we gekeken naar de aangeboren en aangeleerde factoren van de psyche van een moordenaar vanuit het nature-nurture debat. Daarnaast hebben we gekeken hoe je het beste een podcast kan maken. Daar zijn heel veel dingen belangrijk. Maar denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding, opbouw en de podcastduur. We hebben onderzoek gedaan aan de hand van wetenschappelijke boeken, zoals het boek van Adriaan Reijnen, artikels en interviews met bijvoorbeeld Castillo. Daarnaast hebben we in ons ontwerpend onderzoek een podcast gemaakt met ex-moordenaar Willeke Meijer. Hierin doet zij ons haar hele verhaal en komen we erachter hoe iemand tot zo'n daad komt en ook dat zo'n verhaal twee kanten kan hebben. Daarnaast was het maken van de podcast het moeilijkste deel van ons proces. Dit omdat het editen enorm veel tijd kost en er ook veel meer dingen zijn in de voorbereiding waar je rekening mee moet houden. Ook is het vinden van een ex-moordenaar die haar verhaal wil doen heel lastig, waar wij eerst geen rekening mee hadden gehouden. Uiteindelijk zijn we enorm trots op ons resultaat. Aangezien we eigenlijk twee hoofdvragen in één hoofdvraag hebben gestopt, is het lastig om één concrete conclusie te vormen. Maar wel zijn we erachter gekomen dat voorbereiding heel belangrijk is om tot een goede podcast te komen. Daarnaast is vooronderzoek over de psyche van een moordenaar ook erg belangrijk voor de podcast. We hopen jullie zo een beetje beeld hebben gegeven over ons PWS. Wij zijn Jasmijn, Mara en Elise. En voor ons PWS hebben we de WKK, ook wel Women of the Cuckoo's Clan, vergeleken met de feminismebeweging in Amerika. Hoe we te werk zijn gegaan is eigenlijk heel simpel, want we zijn eigenlijk begonnen met gewoon zoveel mogelijk informatie opzoeken over ons onderwerp, ook overbodige informatie. En dit hebben we vooral gevonden op internet en in boeken. Want een enquête of een onderzoek is vrij lastig, omdat ons onderwerp zich natuurlijk in het verleden afspeelt. En vervolgens zijn we die informatie heel erg gaan filteren op wat is nou belangrijk en wat is nou echt essentieel voor ons onderwerp. En zo konden we met de informatie die overbleef eigenlijk een conclusie vormen op onze hoofdvraag. De feminismebeweging en de WKKK streefden dus allebei naar vrouwenkiesrecht. Alleen hun motief was iets anders. Bij de feminismebeweging draaide het er voornamelijk om dat er gelijkheid werd gecreëerd tussen mannen en vrouwen. En het motief van de WKKK was dat witte vrouwen meer rechten zouden moeten hebben dan de zwarte man. Hallo, ik ben Lisa en ik ben Wijay. En voor ons profielwerkstuk hebben wij met het oog op eventuele verbeterpunten onze focus gericht op de invulling van het Nederlandse resocialisatiestelsel. Dat gedetineerden en ex-gedetineerden hoort te ondersteunen bij de terugkeer in de maatschappij. Door criminogene problematiek omtrent gedrag, financiën of bijvoorbeeld de sociale kring onder de loep te nemen, hebben wij vastgesteld hoe effectief het nazorgtraject momenteel hierop aansluit. Daarnaast hebben wij gekeken naar de aanpak van andere landen en hebben wij onder andere beschreven wat plaatselijke politiek, zoals in Rotterdam, beschouwt als meest wenselijke manier van omgaan met de ex-gedetineerden op zoek naar werk, woning en wederhelft. Ja, en door de grote beladenheid omtrent het gevangeniswezen en het leven erna, hebben wij ervoor gekozen om niet alleen doorsnee burgers, maar ook hulpverleners, politici en een ex-gedetineerde zelf aan het woord te laten. Uit heel veel literatuurstudie, interviews en een enquête viel te concluderen dat er al jarenlang gedebatteerd wordt over de detentieomgeving en over het vraagstuk of tweede kansen wel gerechtvaardigd kunnen worden. Tot nu toe bestaat het grootste aandeel initiatieven tot verbetering echter uit loze woorden in plaats van daden. Zolang er niet meer tijd, geld en moeite wordt gestoken in het accepteren en uithoren van ex-gedetineerden, zal geen enkel probleem worden opgelost. Dit is niet alleen jammer voor de ex-gedetineerden zelf, maar ook voor het algemeen maatschappelijk belang.